Hallo, ik ben Rabia Kozak, vierdejaars student van de lerarenopleiding Wiskunde. Ik loop stage op het Techniek College Rotterdam. In deze video laat ik mijn visie zien op het pedagogisch handelen van een docent. Dit doe ik aan de hand van vier thema's. De vier thema's waar ik het over ga hebben zijn pedagogiek en onderwijs, pedagogiek en het beroepsonderwijs, pedagogische opdracht en tot slot het pedagogisch klimaat. Ze hebben natuurlijk allemaal wat met elkaar te maken. Laten we starten met pedagogiek en onderwijs. Pedagogisch handelen in het onderwijs is gericht op ontwikkeling, opvoeding, burgerschap en zorg. Uitgangspunt is dat het cognitieve leren van leerlingen wordt verbonden met hun persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling. Ik vind dat ik een opleidende en opvoedende rol moet aanhouden en dat ik een belangrijke bijdrage kan leveren aan de psychische en sociale groei van leerlingen naar een evenwichtige persoonlijkheid en competent lid van de maatschappij. Als docent ben ik een rolmodel, expert in de leerstof, coach en stimulator van het ontwikkelingsproces. En natuurlijk niet te vergeten, ik vind het ook belangrijk om als docent te zorgen voor een veilige leeromgeving. En respect speelt hierbij een grote rol. Pedagogiek en het beroepsonderwijs. Een stevige pedagogische relatie tussen docent en leerling is een van de belangrijkste middelen in het onderwijs om jongeren te ondersteunen in de groei naar volwassenheid en verantwoordelijkheid. Ik vind het belangrijk om persoonlijk, sociaal en pedagogisch betrokken te zijn bij de leerlingen. Ik vind het erg belangrijk om respect en empathie te tonen voor mijn leerlingen. Verder vind ik het belangrijk om hun identiteit te bevestigen. Dit kan ik doen door positief feedback te geven en aan te geven wat hun pluspunten en zwakheden zijn. Verder vind ik het belangrijk om oplossingsgericht te werken. Ik ben voor collectief educatief optimisme. Ik geloof erin dat ik het verschil kan maken. Ik geloof erin dat leerlingen kunnen leren en dat goede leerprestaties kunnen worden bereikt. Hierbij vind ik het belangrijk om leerlingen positief feedback te geven, ze te motiveren en te stimuleren. De pedagogische opdracht van het onderwijs is de ontwikkeling van leerlingen tot autonoom en verantwoordelijk deelnemer aan de samenleving met kwaliteit te laten verlopen. Om dit te bereiken vind ik het belangrijk om de leerlingen op het gebied van persoonlijke, sociale en cognitieve ontwikkeling te stimuleren en te begeleiden. Ik wil als docent de leerlingen helpen met het leren zelfstandig te kunnen oordelen en handelen. In de klas vind ik het ook belangrijk gelijkheid en respecteren van verschillen tussen de leerlingen te bevorderen. Uiteindelijk wil ik bereiken dat de leerlingen zelfbewust, zelfverzekerd en zelfstandig worden. Het pedagogisch klimaat. Voor leerlingen is de belangrijkste voorwaarde dat ze zich veilig en vertrouwd voelen in de leeromgeving. De leerlingen hebben drie basisbehoeften. Ze hebben behoefte aan goede relaties, aan autonomie en aan competentie. De drie basisbehoeften die ik zojuist heb opgenoemd, kunnen gekoppeld worden aan drie aspecten van het handelen van de docent. Namelijk interactie, didactiek en les- en klassenmanagement. Een goed pedagogisch klimaat vraagt om duidelijke regels waaraan iedereen zich houdt. Daarom vind ik het opstellen van klasregels erg belangrijk. De eerste les van het jaar houd ik vrij om samen regels op te stellen en te starten met het opbouwen van goede relaties. Ik vind dat ik als docent het vermogen moet hebben om te zorgen voor een bemoedigend, veilig en uitdagend pedagogisch klimaat dat tegemoetkomt aan de drie basisbehoeften van de leerlingen. Dit was mijn visie op het pedagogisch handelen van de docent. Mijn visie is gevormd door veel literatuur te lezen en door in gesprek te gaan met mijn collega's en leerlingen. Bedankt voor het luisteren allemaal. Dag!